Bij een speeltuin in de buurt hangt vaak een groep jongeren. Ze laten rommel achter en maken lawaai. De buurt klaagt. Ik heb de leeropdracht gekregen om hierover achtergrondinformatie te zoeken en te verwerken in een plan van aanpak. Maar hoe moet ik in vredesnaam beginnen? Ik zie er enorm tegenop. Begin met wat je zoekt. Vertaal het onderwerp van je leeropdracht naar een zoekvraag. En als je daarin hoofd- en deelelementen van de opdracht meeneemt, weet je zeker dat je niks gaat overslaan of missen. Oké. Dus mijn zoekvraag is: wat kan de politie in samenwerking met anderen doen om de overlast van de rondhangende jongeren te beperken? Dit is de kern. En dan moet ik dus gaan zoeken naar modellen van politieaanpak, typering overlast van rondhangende jongeren en welke mogelijkheden zijn er om samen te werken met ketenpartners. Precies. En als je nou verder gaat met zoeken, is het handig om de verschillende onderdelen van je zoekvraag vast te leggen in een zoekstrategie. Hoe je dat doet en andere tips vind je in de e-learning Zoek het uit. Succes! Ik zoek informatie over het veiligstellen van DNA-sporen op een plaatsdelict. En literatuur over de nieuwste technologische ontwikkelingen op dit gebied. Ik weet wat ik zoek. Ik heb de zoekvraag. Maar waar moet ik gaan zoeken? Kompol misschien? Academia? Of toch in de bronnenlijst van het KIK? Googelen? Of wetten.nl? Er is zoveel om in te zoeken. Hoe maak ik de keuze? Nou, valt wel mee. Als je de zoekvraag nog eens goed doorleest, kun je concluderen in welke hoek je het moet gaan zoeken. Zoek je bijvoorbeeld een werkinstructie, of een wetenschappelijk onderzoek, of een filmpje, of wetgeving, jurisprudentie, of een mix? Oh ja, dat helpt. Waar zoek ik ook alweer naar? Veiligstellen van sporen? Dat is dus een werkinstructie en een protocol. Dan moet ik bij Kompol zijn. En voor de nieuwste technologische ontwikkelingen kijk ik op de website van het NFI en in de databank EBSCO. En misschien is er ook nog een recente publicatie van onderzoekers van de politieacademie. Dus kijk ik in de catalogus van het KIK. En dan nog wat? Denk ook eens aan Google Scholar in plaats van Google. En kijk in de e-learning Zoek het uit. Succes! Ik moet een presentatie geven over stalking bij huiselijk geweld. Over de actuele wetgeving. Ik heb de zoekvraag en weet in welke bronnen ik ga zoeken. En nu zoek ik op stalking, maar ik krijg geen goede treffers. Hoe kan dat nou? Heb je eraan gedacht om alternatieve termen te gebruiken? Bijvoorbeeld ook het synoniem voor stalken. Deze kan je in één zoekactie samen gebruiken. Het synoniem voor stalking is belaging. Dus zoek ik op stalking or belaging. Wow, hier zitten wel blijkbare hits tussen. En als je een ruim zoekresultaat krijgt, kun je dat verkleinen door verschillende zoektermen te combineren. Oké, dan ga ik dus zoeken op huiselijk geweld en belaging en wetgeving. Ah, nu krijg ik bruikbare hits. Combineren geeft blijkbaar een beter resultaat. Top! In de meeste bronnen kun je ook uitgebreid zoeken. Daar kun je vaak slimme filters in stellen. En als je nog meer suggesties wilt om snel en effectief te zoeken, vind je tips met hyperlinks in de e-learning Zoek het uit. Succes! Dus eerst weten wat je zoekt, dan waar je dat vindt en dan hoe je het vindt. Dan heb je alles wat je nodig hebt om iets goeds in elkaar te zetten.